Hey, ik ben Doortje en je zou mij kunnen kennen van mijn Instagram-account Thuis bij Door. In de komende 3 afleveringen ga ik 3 verschillende ruimtes verlichten en vandaag begin ik met een hele mooie slaapkamer. Voordat jullie naar de Karwei rent om allemaal mooie lampen te kopen, gaan we eerst een lichtplan maken. Kom maar mee. De reden dat we een lichtplan maken is omdat je straks wil dat het licht goed verdeeld is in de ruimte. En denk thuis als eerste daarom goed na over wat wil je straks nou echt goed verlicht hebben. Hier in de slaapkamer vind ik het belangrijk dat je straks lekker kunt lezen in bed. Ik plaats dus aan beide kanten van het bed een wandlamp. Ook is het belangrijk dat je 's ochtends gewoon lekker die kledingkast in kunt kijken. Ik plaats dus een hanglamp hier boven het bed, die voldoende verlichting geeft om ook echt in de kast te kunnen kijken. Verder wil je geen donkere hoekjes in de slaapkamer. Ik plaats dus hier op de kast nog straks een lampje en hier in de hoek een wandlampje. Dit zijn de lampen voor in de slaapkamer. Ik zocht expres 2 wandlampen uit met een extra lange arm. Die zorgen er namelijk voor dat het licht straks mooi voor het hoofdbord langs valt. Deze mooie glazen lamp die komt daar op de kast en die gaat ervoor zorgen dat de hoogte en de diepte van de ruimte mooi benadrukt wordt. Zo, dit was het laatste lampje. Dan is het nu tijd voor de grote onthulling van het eindresultaat. Zo, missie volbracht. We hebben een super sfeervolle slaapkamer. Ik heb naast het bed 2 leeslampjes geplaatst en er is voldoende verlichting om straks goed in de kledingkast te kunnen kijken. Ook plaatste ik in 2 hoeken sfeerverlichting, zodat er geen donkere hoekjes ontstaan. Ga je thuis nou ook aan de slag met licht in een ruimte? Zorg er dan voor dat je ieder lampje op een andere hoogte plaatst. Dat zorgt voor heel veel sfeer. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze video vond. Heb je nou een vraag aan mij? Stel hem in de comments. Via de link in de bio vind je de blog die hoort bij deze video. En daarin leggen we nog even goed uit welke lampen we nou precies hebben gebruikt. Volgende week ga ik een woonkamer verlichten. Zie ik je dan?